Vanavond ben ik in het centrum van Nijmegen, want hier vindt de popronde van 2024 plaats. Popronde is een evenement waarbij verschillende bands in verschillende cafés een podium mogen pakken. En de opening vindt zo meteen plaats in de Stevenskerk. Daar ga ik nu snel naartoe en daarna is het tijd om zelf wat bandjes te bezoeken. Hoe gaat het met jou vandaag? Goed. Ja, we werken hier een jaar naartoe. Dus het is, je kijkt ernaar uit, je hebt er zin in. Vanmiddag zijn we begonnen op het Nijma-terrein al. Dat was fantastisch. Supermooi weer. Mooie locaties, veel mensen. Dus het kan volgens mij alleen nog maar beter, gezelliger en drukker worden vanavond. En waar ga je zelf vanavond heen? Ja, goede vraag. Ik zat net al stiekem een beetje in het programma te kijken. Want met 87 acts, dan weet je het gewoon niet meer uit je hoofd op een gegeven moment. Ik wil even in Open Sintje kijken. Is heel leuk. Een boot die voor het eerst eigenlijk sinds heel erg lang meedoet met popronden. Speelt Olaf Putker in de Scenic Sound. Daar heb ik veel zin in om die te gaan kijken. Ga ik verder kijken. Ook altijd een beetje waar ik dingen hoor als ik door de stad loop en denk van, oh, dit klinkt leuk, dit klinkt interessant. Ik ga hier kijken. Ik heb hierna nog 39 poprondes, dus ik kan mijn programma kan ik nog helemaal gaan uitstippelen. En in Nijmegen is het toch altijd een beetje op de gezelligheid afgaan en de eerste indruk ervaren. En ik hoorde net ook al dat er wat nieuwigheden zijn dit jaar. Kun je daar iets over vertellen? Nou, we bestaan 30 jaar dit jaar, dus dat is heel tof. En om een verjaardag te vieren hebben we een jubileumbiertje hebben we ontwikkeld. Die is vanavond nog in Lux te krijgen. Wat is nog meer nieuw dit jaar? Nou, nieuwe selectie natuurlijk, dat is heel tof. We hebben een podcast uitgebracht over het uitbrengen van muziek en wat voor rechten je dan hebt als artiest en wat dan goede platendeals zijn en dergelijke. Dus dat is heel erg tof, kun je gewoon beluisteren via Spotify. Ik blijf marketeren, ik blijf het ook een beetje promoten. Ja, en die selectie, en die is het belangrijkste, die is ieder jaar nieuw. 99 talenten, de grootste talenten van dit moment, die je nu nog het hele jaar, of hele najaar, dit hele jaar, gratis kunt zien in een stad bij jou in de buurt. En vanaf volgend jaar moet je er toch echt wel kaartjes gaan verkopen in de poppodia. Dan is het toch wel heel aantrekkelijk om ergens bij de popronde in Nederland te gaan kijken natuurlijk. Of bij meerdere. Absoluut, zeker. Ja, want als je kijkt naar welke acts in het verleden allemaal hebben deelgenomen. Vrouwtje, Mo, De Staat, Kensington, noem ze allemaal op. Rondé, eigenlijk alle grote bands in Nederland hebben ooit in wat voor vorm dan ook popronde gespeeld. Dus als je hier komt, ontdek je ze echt op hun vroegst. Ja, en de mensen die ze zagen tijdens popronde Nijmegen waren er echt als allereerste bij. Ik ben inmiddels onderweg naar de Lux, want daar begint nu Zeevlinder. En Zeevlinder is een zangeres die gebruik maakt van elektronische pop met playbeats. Ze is inmiddels al begonnen, dus ik ben benieuwd. Dus ik ga zo naar binnen. Ik zie je staan vanaf de maan, de wereld aan je voeten. Je twijfelt aan de ander, stiekem aan jezelf. Laat het varen, die waarde die jij jezelf aan praten. Klamp je niet aan de oever, die stroming ga je voelen. Ja, want we zouden zo krampachtig vast aan ons normaal. Zo lekker veilig. Flikker op. Flikker op. Op een lieve manier zeg ik dat hoor. I love you.
Isabelle, je hebt vanavond hier opgetreden onder de naam Zevenlinder. Vertel eens iets over hoe je het hebt ervaren hier. Dat is wel vet, want het is het tweede interview in 5 minuten. Maar ja, het was fucking ziek. Mensen waren aan het luisteren en mensen letten op en mensen begrepen het. En dat was nice. Want welke boodschap wilde je overbrengen met deze muziek? Ik zei het net zo goed in dat andere interview dat ik mezelf niet echt durf te overtreffen nu. Probeer maar gewoon nog. Ja, gewoon je mindset, hoe belangrijk dat is en wat het betekent om zelf te kunnen kiezen in alle gedachten die je hoort in je hoofd. De meeste mensen durven niet eens naar te luisteren, dan denken ze dat ze kankergek worden, sorry. Denken ze dat ze fucking, oh nee, denken ze dat ze lekker gek worden. Ja, want jij was een van de bezoekers? Ik was een van de bezoekers. Ik denk dat ik het heel goed heb begrepen. Het was een mooie avond. Mijn tourmanager. En bezoeker. En bezoeker. En bezoeker. En ik vond het heel mooi. Nee, het was echt wel... Ze trekt mensen mee, ze doet het goed. Mensen gaan het begrijpen, mensen willen het snappen. Het is leuk dat ze met het publiek praat. En niet alleen haar eigen verhaal vertelt, maar ook probeert het publiek te begrijpen. Dus dat een keer leuk dat de ronde omgedraaid wordt. Oké, gaaf, gaaf. Nou, mooi. En jullie gaan nog meer poprondes af? Ja, 16. Nog 16. 17 waarschijnlijk uiteindelijk. Oh, wat gaaf. Noem er eens een paar op, een paar steden. Utrecht. Apeldoorn, Leiden, Hengelo. Zwolle. Zwolle. Venlo. Weet ik veel. Kijk even. In ieder geval heel veel. Ja. Kijk even op mijn Instagram, @zevenlinders en burningfig. Pakka. Pretty, so pretty. Zie je wat een druk was? Ik wist het. Net stond ik niemand. De volgende act waar ik ga kijken is Sophia Peters. Sophia Peters is een zangeres die gebruik maakt van pop tot aan diepgaande indie om haar zangkunsten op het podium naar voren te brengen met haar band eromheen. Ik ben dus wel heel erg benieuwd, dus laten we even gaan kijken. Sophia, jij hebt net opgetreden bij het paleis. Hoe was het gegaan? Het was echt superleuk. We hebben het heel erg naar ons zin gehad. Het was heel knus, het was heel gezellig. Het was echt super fijn. Ja, ik zag al dat het stampvol was. Had je dat een beetje verwacht? Of, Nee, ja, het is altijd een beetje afwachten. Maar ja, superleuk. Want op een gegeven moment werd het gewoon steeds voller en voller. Het was gewoon heel fijn. En waar vandaan moest je eigenlijk komen? Wij komen eigenlijk uit Tilburg. Want we hebben elkaar ontmoet op de Rock Academie. Ik kom zelf uit Utrecht, maar nu vandaag uit Tilburg. Okay, dus je woont ook in Tilburg, zeg maar, op kamers bij de Rock Academie? Ja, zeker. Ik had nog één vraagje over jouw muziek. In welke genre plaats je jouw muziek eigenlijk? Ja, voornamelijk indie pop. Ik denk dat ik... ik denk vooral pop en dan noem ik het indie omdat ik inspiratie haal uit bijvoorbeeld Clairo en Lizzie McAlpine en zo. Een beetje die hoek. Dus een beetje folk ook erbij. Eigenlijk van alles een beetje, maar wel pop voornamelijk. En je staat ook niet alleen op het podium, want wat voor muzikant heb je nog meegebracht? Ik heb meegenomen Bas Vrijen, mijn gitarist. En Cas, mijn bassist. En eigenlijk ook mijn producer, maar die moest helaas al weg. Die doet gitaar ook. On stage. Okay. Dus Cas op de bas is er ook bij. Cas op de bas en Bas op de gitaar. Ja. Klinkt goed. Ja. Haarlem, wat gedaan. En een klein 100 man of zo. Kom naar mij. Nou, op naar de volgende act, dat is State Power. En State Power is wel even een ander genre, want het is namelijk punk. En ik vind dat wel leuk, want ze hebben pas geleden nog opgetreden met een band die ik op Graspop heb gezien, de Cancer Bats. Maar nu staat State Power hier in Nijmegen en volgens mij staan ze nog buiten, dus ik ga even een praatje maken. Nou jongens, jullie zijn State Power en jullie staan zo meteen in de opstand hier in Nijmegen. Wat gaan jullie doen met deze tent? Pop maken. Ja. Ah, dat klinkt goed. Ja, toch? Nee, het is onze eerste popronde show. Dus we willen wel een feestje van maken. En ja, als je naar binnen kijkt nu, het staat al lekker vol. Dus ik hoop dat de mensen een beetje blijven hangen. En dan wordt het gewoon een feestje. En waar komen jullie eigenlijk vandaan? Overal en nergens. Ja. Ik kom uit Breda. Den Haag. Ik kom uit Groningen. Nijmegen. Den Bosch. Zo, echt alle kanten. Ja. Oh, dus jullie komen natuurlijk ook in meerdere steden van de popronde dan natuurlijk. Zeker, ja. Welke bijvoorbeeld? We doen Breda. We doen Groningen. We doen Rotterdam nog.
Arnhem spelen we. Ja. Utrecht. En nog een paar. Ja. Ik weet het niet allemaal in mijn hoofd. Apeldoorn, Amersfoort. Nou, Den Bosch niet, oh jee. Nee, Den Bosch niet, nee. Nou, in ieder geval, als ik nog de kans krijg, dan kom ik hem vaker krijgen. Maar eerst ga ik jullie dadelijk hier bekijken. Ja. Dus ik wens jullie alvast heel veel succes en alvast heel veel plezier natuurlijk. Dankjewel. Geen niet de oordop in te doen. Nou, dit was hem alweer bijna voor mij, maar ik ga nog even genieten van één act, The Reverie. En ik heb gelezen dat ze in de stijl spelen van Nirvana, maar dan een beetje op de beat van The Weeknd. Dus ik ben echt benieuwd. Ik zou zeggen, tot de volgende keer. En ik ga nog even genieten.